Dankjewel, Iwan. Luisteraars, welkom bij het tweede uur van Wel Geïnformeerd. Owen Venlo, welkom. Hoi. Ja. Hoi. Owen, we gaan nu praten met de heer Jules Reijsen. Wel bekend van Podium Kwaku en ook van Imagine IC. Wellicht ken je hem ook als auteur, schrijver. Want meneer Reijsen heeft een aantal boeken op zijn naam staan. Waaronder Teken en Zie de Wereld. Dat gaat over Surinaamse soldaten die in dienst van Nederland hebben gevochten in Azië. En het meest recente is Op zoek naar Papa Koenders. En dat boek gaat over de voorvechter voor de Surinaamse taal in Suriname. Dat was de heer Koenders. Ja. Beter bekend als Tata Koenders, maar men zegt ook Papa Koenders. De heer Julius Koenders. Als het goed is, is meneer Reijsen nu aan de lijn. Goedenavond, meneer Reijsen. Ja, goedenavond. Goedenavond, Krishna. Goedenavond, Owen. Ja. Ja, is je hoor. Alles goed. Ja hoor, dankjewel. Hoe gaat het met jullie? Aboe. Meneer Reijsen, we kunnen gerust zeggen dat u een onderzoeker bent op het gebied van de Surinaamse geschiedenis, hè? Ja, gelet op de boeken die u gepubliceerd heeft. Ja, dat is waar. Ik zou mezelf als een, zeg maar bijvoorbeeld, een groot onderzoeker noemen. Maar ja, de Surinaamse cultuurgeschiedenis, dat vind ik te interessant en belangrijk ook om dat te onderzoeken. Ja, naar aanleiding van dat boek, uw meest recente boek Op zoek naar Papa Koenders, hebben wij besloten om u inderdaad te vragen naar de nalatenschap van Papa Koenders, maar ook uw visie te geven op de Surinaamse taal, het Stranang, en wat de positie is van de taal en of het niet tijd wordt dat het Stranang tot de officiële taal van Suriname wordt gekozen. Maar laten we beginnen met Koenders, want er is een directe lijn tussen het Stranang, het huidige Stranang en de arbeid van Papa Koenders. Wie was Papa Koenders eigenlijk? Nou, Papa Koenders die was een, zeg maar, onderwijzer. Die is geboren in 1886. Op een gegeven moment gaat hij al heel jong. Ik dacht rond zijn 17e jaar had hij al voor de klasse staan. En hij gaat zijn hele leven lang, tussen pensionering, gaat hij dus als onderwijzer aan de slag in de stad. In diverse districten, districtscholen gaat hij lesgeven. En aan het eind van zijn arbeidszame leven keert hij terug naar de stad. Om dan, ik dacht ergens, volgens mij was het 1 juni dat hij met pensioen ging. En vanaf het moment dat hij met pensioen ging, of kort daarna, gaan we dan meer over hem horen. Want dan gaat hij beginnen samen met een paar medestanders. Gaat hij beginnen om het Blad voor de Boer uit te geven, waarin hij opkwam voor een paar dingen. Eén was onder andere de taal. Hij vond dat de Surinaamse taal, het Stranang, dat die meerwaarde zou moeten krijgen vanuit de samenleving of vanuit de overheid, vond hij dat. En een ander belangrijk element van zijn werk was zeg maar de culturele geschiedenis van de Surinaamse groep. Hij vond ook dat vanwege zeg maar die afschaffing van de slavernij 1873, zoals het nu ook gekeken wordt naar de manier van gedwongen arbeid, of 10 jaar gedwongen arbeid, dat met name dus de stedelijke groep een grote achterstand had opgelopen in de economische ontwikkeling. Dus hij pleitte voor diverse dingen. Maar de vehikel, dus zeg maar de manier waarop hij pleitte en of het kanaal dat hij daarvoor gebruikte, was de taal, de Surinaamse taal en cultuur. Dus vond dat die taal en cultuur een minderwaardige plaats kreeg in vergelijking tot in de algemeenheid de ontwikkeling van de Surinaamse mens. Maar dat had ook te maken met de manier zoals hij had ervaren als jonge jongen, laat als jonge onderwijzer en heel lang als zelfs hoofd van diverse scholen. Dat hij vond dat het koloniale beleid, dat het beleid niet goed was voor, zeg maar, voor de opgroeiende jeugd en voor de mensen in het land. Want het kolonialisme, vond hij, had de mensen op een tweede plaats gezet. Ja, en wat heeft hij ondernomen om het Stranang
tot ontwikkeling te brengen? Wat is zijn bijdrage geweest? Op een paar manieren. Kijk, de belangrijkste bijdrage van Koenders is dat hij vond dat de Surinaamse taal geen tweede plaats kon krijgen. Het moest een belangrijke plaats krijgen in het land. Het was in die dagen al speelde, was het vandaan, wat men dus noemt, een contacttaal. Dus die taal speelde al contacttaal tussen diverse groepen in het land. Dat is één. Sterker nog, voor, we moeten even teruggaan, een paar jaren terug, want de tijden van de slavernij en kort daarna was de Surinaamse taal een gewone instructietaal op de scholen in Suriname. Ja. Dus je had privéscholen, je had allerlei soort type scholen, maar de Senang was instructietaal. En dan krijg je, en Suriname was het eerste land in wat toen nog was, het toenmalige koninkrijk van Nederland, zoals het toen nog bestond. Mm-hmm. En in 1876 krijg je dan op een gegeven moment, wordt dan de leerplichtwet ingesteld. En dat betekent dus dat vanaf dat moment niet de Senang, maar het Nederlands instructietaal werd. Ja. En om dat te bevorderen werden er zogenaamde ontmoedigingsregels toegepast. Dat die waren soms mild, van je mag geen Senang spreken. En als je thuis was, dan stimuleren ouders hun kinderen ook te zeggen van geen Senang spreken, met Nederlands praten. Maar op school was het van mild tot heel extreem. We kennen gevallen van mensen die moesten met mond met zeep uitgespoeld als ze dan toen gesproken hadden, of ze kregen strafwerk, dat varieerde. In mijn onderzoek is het gebleken dat het niet alleen geldt voor Senang uit de trouwens, geldt ook voor de districtkinderen op diverse scholen in Nigeria of andere scholen, als mensen betrapten dat ze Hindi spraken, of ik heb onlangs vernomen, niet zo lang geleden, ook heel ver in het binnenland, in de inheemse gemeenschappen, daar werden ook de inheemse, zogenaamde Indiaanse talen, Arawak of Karina, die werden ook zeg maar verboden. Ja. Dus zo werd er systematisch een beleid van ontmoediging gevoerd om het Nederlands te promoten. En met name kun je zeggen, die stadskinderen in de stad, maar ook overal, in de grotere plaatsen waar ze naartoe gesproken werd, werden de mensen daarmee geconfronteerd. En het gros van ons kent meer het Senang als het voorbeeld van de ontmoediging. Maar nu blijkt dat het geldt ook voor de andere talen die op de scholen gesproken werden. Ja. En dat heeft u zeg maar, tijdens uw onderzoek ontdekt, zeg maar. Ja, dat is waar. In het onderzoek in het boek bijvoorbeeld, ik spraak met een van de grote Surinaams grote historici, dat is André Loor. Ja. André Loor vertelt bijvoorbeeld ook over zijn ervaring toen hij op Nigeria opgroeide. Dat hij dat daar meegemaakt heeft. En ik ben niet zo lang geleden, was ik bij een inkomst in Amsterdam. Er waren heel veel inheemse aanwezig en een van de inheemse die vertelde een verhaal over zijn oom. Die cassettes insprak en opstuurde naar Nederland. En dan iedere keer afsloot met, oké, en nu gaan we terug naar onze eigen taal. Ja. Om ook die taal te ondanks dat nu ook bleek dat ook bij hem dat speelde. Vaak weten we wat minder af van, zeg maar, van die voorvallen. Maar als je concentreert op Paramaribo en buiten Paramaribo, de directe omgeving van Paramaribo, daar komen met name deze voorbeelden terug van mensen die kunnen vertellen dat de taal op school werd ontmoedigd. En is het een Afrikaanse taal, het Senang? Het Senang is in feite, het is een Surinaamse taal gebaseerd op zeg maar die Engelstalige grammatica, maar ja, in essentie is het een Afrikaanse taal, omdat het is opgebouwd is uit heel veel woorden uit diverse Afrikaanse talen. En er zijn twee verklaringen voor Senang. Een van de belangrijke verklaringen is dat men zegt dat Senang is in Suriname ontstaan en verder ontwikkeld. Ik ben zelf daarvan niet zo'n voorstander van die verklaring. Ik geloof eerder dat Senang in de kusten van West-Afrika, de kusten van West-Afrika is ontstaan. Omdat als je goed naar kijkt en luistert, je vindt heel veel Afrikaanse woorden daarin terug. Interessant is ook bijvoorbeeld dat als je kijkt bijvoorbeeld naar de Somalische Creole talen die ze spreken in Sierra Leone, dan zul je heel veel woorden horen in de Creole taal die we ook in Senang kennen.
Ja. Het heeft allemaal te maken met het gegeven dat in West-Afrika door dat verschillende, zeg maar, mensen die elkaar brengen van diverse taalgroepen, die hebben elkaar beïnvloed. Er zijn woorden overgenomen van elkaar. En met de reis naar de zogenaamde nieuwe wereld, dus naar Amerika en naar het Caribisch gebied, is die, zeg maar, die elementaire vorm van die taal ook meegereisd. En ik geloof erin, ja, het is in Suriname verder tot ontwikkeling gekomen, maar in essentie is de basis reeds gelegd in de kusten van West-Afrika. En wanneer we over Afrika praten, dan denken we eerst aan Ghana, maar Ghana was in feite van veel later datum, want in de vroege slavernijgeschiedenis gaat het met name om slaven die kwamen uit Sierra Leone, dus op een bepaald gebied daar, Sierra Leone, Congo, die streken kwamen de slaven vandaan, zeg maar vanaf 16 zoveel. En Ghana kwam veel later. En als je dus ook kijkt naar die taal, zie je ook zien dat je ook sporen vanuit die streken terugvindt in de slang. Maar er zijn anderzijds veel woorden uit het Spaans, Portugees en het Engels, hè? Ja, dat heeft te maken met zeg maar de relatie, de positie waar de zwarte mannen en vrouwen toen ondergebracht werden. Ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar het Saramakaans, bijvoorbeeld Saramaka, heeft die Portugese woorden weer in zich. Men zegt dat het komt omdat die slaven van toen, de slavengebrachte voorouders, die toen op die plantages gewoond hebben, dat ze die woorden meegenomen hebben en ook toen ze hun eigen gemeenschappen stichten in het binnenland, achter de soelaas, dat ze dat meegenomen hebben. Een van de basisideeën is dat Senang toch wel geldt als moedertaal en vanuit moedertaalfunctie, daarmee moet ik zeggen als bron, hè. Het Senang bijvoorbeeld is ook zeer nauw gelegen met het Alkaans. De Alkanisi, dat in het oosten was gesproken door de Alkaners. Ja. Alhoewel ze ook eigen woorden hebben, maar als je goed luistert, dan kun je elkaar nog vrij goed verstaan van de Senang naar het Alkaans, van de Senang naar de Matawai. Maar ook al die taalgroepen hebben ook hun eigen, zeg maar, specifieke woorden die totaal anders zijn. En een vriend van mij die jarenlang op Curaçao gewoond heeft, die wist mij te vertellen dat het ook kan, als er gesproken wordt, dat hij ook zeer, als je met een papiermens vergelijkt, dat de hele zinnen, zoals het, als het ware, je kunt vinden in de papiermens. Dus het is interessant om te zien van hoe de slavernij en het kolonialisme de talen heeft beïnvloed en tot zekere hoogte ook mede vorm heeft gegeven. Hetzelfde gaat ook voor ook de andere talen, hoor, zoals het Japanse beïnvloed heeft en het. En de tsunami Hindi met woorden in de Suriname. Maar ook uit de slecht zogenaamde Indische talen, als het Karinja en het Arawak zijn heel veel woorden. Barbecue, cassave, mais, ananas. Guyaba, bijvoorbeeld, een collega van mij wist me te vertellen. Ze wist mijn blaadje afgelopen week nog. En toen keek ik naar dit blaadje. Het Taino is een van de Indische talen uit het Caribisch gebied, van Arawak. En op het blaadje stond voor Guyaba, Guyaba. Dit is een Guayaba, precies naar Taino woord en wij zeggen Guayaba. Dus ik denk rechtstreeks een leenwoord vanuit de Arawaks opgenomen in zijn naam. Meneer Rijssen, vindt u dat het Suranang, het Surinaams, tot de officiële taal van Suriname moet worden gepromoveerd en de plaats moet gaan innemen van het Nederlands? Dat is het lastige. Ik zou zeggen, het is in feite zeg maar de officiële contacttaal in het land. Ik snap die vraag wel. Ik weet niet of het Senang, of zeg maar, ik wil geen politiek antwoord geven. Wat ik wil zeggen is, je moet goed over nadenken, wil je dat doen? Het zou mij niet verbazen en het zou aan het vele mensen die in het land inkomen, die gaan in de eerste plaats gaan ze Senang tongen aan, ja. Senang aanleren om met elkaar te communiceren. Ja. Dus wat mij betreft mag het als officiële taal bestaan naast het Nederlands. Sterker nog, ik moet zeggen dan het Surinaams-Nederlands, omdat het Surinaams-Nederlands anders is dan het Nederlands dat hier gesproken wordt. Ja. En ik zou liefst zien, maar dat is het romantisch idee van mij, ik zou liefst zien dat al die talen die in het land gesproken worden van de Surinamers, dat die talen gelijkwaardig worden behandeld. Nee, want er kan maar één officiële taal zijn, hè? Ja, nee, dat is zo. Dat hoeft niet per se, want er zijn landen in de wereld bijvoorbeeld, daar hebben ze 4 en 5 talen naast elkaar als officiële taal. Dat kan.
Maar het is een kwestie van, ik denk, het is een kwestie van cultuur, cultuurbeleid. Het is een kwestie van cultuurbeleving. Het is een kwestie van nadenken, kijken hoe je land wil opbouwen. En het heeft ook te maken met de functie van die taal in het land. En daarmee wil ik zeggen, niet per se in de functie als officiële taal, als officiële overheidstaal. Maar een taal, wanneer we taal aanleren, een taal leer je op verschillende manieren. Eerst aanleg, dan zou je denken, je leert de grammatica, je leert de composities van woorden in een bepaalde zinsverband, hoe je dat moet uiten. Maar op een meer, dieper niveau leer je in feite hoe anderen in een bepaalde taal denken en voelen. En dat neem je onbewust over. En ik vind zelf dat de kracht is van de taal, is hoe denk ik over de anderen in mijn eigen taal? Of hoe denk ik over de wereld in mijn eigen taal? Ja. Hoe wil ik de wereld zien in mijn eigen taal? En dat zie je hoor, dat alle talen heb je beperking van woorden om bepaalde emoties uit te drukken. Dat gaat voor alle talen. Maar het gaat ook om de ziel van de taalsprekers. Ja. En vanuit dat aspect zeg ik, ik zou graag willen zien dat Afro-Surinaamse talen die gelijkwaardige plaats krijgen. Maar tegelijkertijd weet ik, ben je realistisch genoeg om te zeggen, ja, je kunt niet alle talen door de officiële taal maken. Dat snap ik ook wel. Nee. Maar ik denk dat het Fernand is nu al zo oud, we zijn al zo ver, dat hij best als naast het Nederlands als officiële taal in het land gebezigd kan worden. En wat vindt u van bijvoorbeeld het bezwaar van andere bevolkingsgroepen die zeggen, ja maar, hoe staat het met onze taal? En we zijn er tegen en we gaan alles aan doen om het te voorkomen. Ja, kijk, ik denk dat in termen van taalbeleid en cultuur we daarin heel voorzichtig moeten zijn. Je kunt niet meteen zeggen van, goh, dit is de oplossing. Het is de kwestie van met elkaar nadenken en met elkaar aanvoelen wat belangrijk is van het land. En de andere talen, die moeten wat meer betreft ook een plek krijgen. Ik zou zelf voor willen pleiten dat we op school bijvoorbeeld het Kalinga leren. Of zijn naam in die leerwezen van spreken. Ja. En ik weet dat jaren geleden in Suriname hebben ze dat beproefd. Ik weet dat in de jaren 90, toen de academische ziekenhuis begon, de nieuwe lichting, toen van opleiding van verpleegkundigen, toen waren ook de diverse talen in het land gesproken werden. Het Hindoestaans, een paar andere talen, die waren op de, de curriculum opgenomen. Maar toen je me dat voor tijdig moeten loslaten, men staat met de kwestie van, je hebt onderwijs nodig, budget, je hebt sprekers nodig, je hebt onderwijzers nodig, je hebt leermiddelen nodig die ontwikkeld moeten worden. Het zijn dus hele praktische zaken die terug naar goud worden vertaald, waardoor het moeilijk is om, die talen op onderwijsniveau te onderwijzen, waardoor het makkelijk toegankelijk is. Maar het is een kwestie van taalbeleid, het is een kwestie van waar we als land naartoe. En ik weet ook, sommige mensen zeggen ook bijvoorbeeld van, ja, maar waarom moet het Nederlands officiële taal worden? Ja. Die hebben vanuit het kolonialisme meegekregen. Dat is wat lastiger, kun je zeggen. Men zegt, ja, zo lastig is het niet, je kan een stippen doorheen halen en je vervangt het Nederlands tot het Engels. Ja. Of het Spaans, als je aansluiting wil zoeken in Latijns-Amerika. Nee, maar als Spaans is, dat is dan ook een vreemde taal, hè? Ik bedoel, je vooruit... Een vreemde taal. Ja. Een vreemde taal die opmaat krijgt in Suriname nu. Maar ook daarbij, voor alles geldt, als je een taal tot een officiële taal wil maken, zijn er een paar dingen die spelen. Eén is taalgevoel, één denk ik hoor, persoonlijk, één is het taalgevoel, wat is de verhouding van die taal tot die bevolking? Dat zijn een paar praktische dingen volgens mij. En daarnaast moet je ook denken in termen van financiën. Je moet leermiddelen ontwikkelen, je hebt bevoegde docenten nodig. Het is niet zo 1, 2, 3 gerealiseerd, volgens mij. Goed, Owen Venlo? Ja, nou, het is met you eens. Het heeft natuurlijk alles te maken met het beleid wat je als Surinaamse regering wil gaan voeren. Waar ga je naartoe? Hè? Spaans
we zitten in een totaal Spaans gebied, afgezien van Brazilië. Maar we zijn niet gericht op de Spaanstalige wereld. Dus dat is ook zomaar ga je een... Akkoord, alleen dus, we zitten het in is wel iets doms, vind ik. Maar goed. We zitten in een CARICOM. Waar het grootste deel dat Spaans sprekend is. En dus het zijn keuzes die je moet maken vanuit je beleid. Ja, weet je? Wat is je visie? Beleidsvisie. En als het past in je beleidsvisie, dan moet je dat doen met meertaligheid. Ja, mag ik even aanvullen bijvoorbeeld. Ik sprak jaren geleden met een bevriende Surinaamse meneer die ik ontmoet heb op mijn werk. Die is Surinaam-Chinees. En ik sprak met hem over Hakka. De Chinese taal in Suriname gesproken. En ik denk van Hakka, Hakka, ach, het is geweldig. En ik dacht even van, dat kan niet. Hakka wordt door miljoenen Chinees gesproken over de hele wereld. Natuurlijk is het zo dat het Mandarijn in China verkozen is tot de communicatietaal van de Chinese overheid. Maar is het ook dat het nu ook als economische taal wordt gezien. Overal in de wereld verschijnen er van die Confucius Instituten. Ook in Suriname is het Confucius Instituut. Daar op de campus van de Universiteit van Suriname. Vind ik prachtig. Liep toevallig voorbij. Maar ik dacht, goh, een gemiste kans. Ik heb niets tegen het Mandarijn. Ik heb zelf een paar jaar geleden Mandarijn geleerd. Maar ik wil geen Mandarijn leren. Ik doe alles van Suriname. Ik is en licht, maar ik wil ik Hakka leren. Okay. Want die Hakka, die Hakata, die Surinaam-Chinezen, die nationalen zijn gemigreerd als contactarbeiders al reeds in 1853, die al tientallen generaties in het land wonen, die hebben die zielen van die taal is ver met hen ontwikkeld. Dus als ik wil weten hoe mijn Surinaam-Chinese broeder of zuster zich in het land heeft ontwikkeld en hoe haar ouders en grootouders of grootouders terugkijken naar hun ervaring, hoe ze als Surinamer wat in Suriname gevormd heeft en waar ze staan, dan heb ik meer toegang, heb ik meer aan Hakka dan aan het Mandarijn. En ik vind zelf het fijn dat Mandarijn in Suriname wordt onderwezen. Ik ben niet tegen, ik heb zelf een beetje geleerd, een paar jaar geleden ben ik nu weer alles vergeten. Waar het mee om gaat is, die taal is ook een cultuurdrager. Het gaat niet alleen omdat ik dat een taal leer van het communicatieoogpunt. Maar Hakka, dat mijn generatie in het land wordt gesproken, dat vertelt een verhaal over de migratie van Surinaam-Chinezen vanaf 1853 tot heden. En dat soort informatiebronnen die zijn van belang als je gezamenlijke samenleving wil opbouwen. Hetzelfde geldt ook voor de Sanami-Hindi, met aan de rand de Urdu en Arabisch ook een beetje in Suriname gesproken wordt. Ja. En we missen al dat soort dingen, en we gaan dan ons fixeren op zeg maar, een groot zogenaamd vanuit... Ja, hier krijg je zogenaamd een beetje die grenzen, bedoel ik het ook weer niet, maar vanuit de stigmate van functionaliteit. Functionaliteit is belangrijk, maar ik denk dat het ook heeft te maken met waar we je als land gaan. En dan moet je als land die keuze maken. En je kunt zeggen, ja, Engels, maar ik kan je zeggen, als je naar Latijns-Amerika reist, is Engels ook heel beperkt. Dat is een Spaans. Weet je, Engels kan misschien houden als commerciële taal over de hele wereld. Maar als je naar bepaalde grote gebieden in deze wereld wordt geen Engels gesproken, dan moet je die andere taal daar spreken. Dus het is een kwestie van keuzes maken en goed met elkaar over praten en over nadenken waar je als land naartoe wil gaan en van daaruit moet keuzes maken. Goed. Ja, precies. Goed, meneer Reijzer, we zijn gekomen aan het einde. Ik zie dat we echt... Owen, heb je nog een opmerking? Nou ja, ik ben erg blij met de bijdrage van Jules Reijzen. En overigens ken ik hem altijd al zo. Nadenken over de dingen, bespreekbaar maken van de dingen. En ik hoop echt dat Suriname wat dat betreft een modernere kijkvisie zal hebben. En als het uitkomt op meertaligheid, het zij zo. Oké. Ik onderschrijf dat ook. Ja. Oké. Goed, meneer Reijzen, hartelijk dank voor uw bijdrage aan de discussie. Ja, Oké, dank u Owen. Tot de volgende keer. Een fijne avond. Ja, tot de volgende keer. Fijne avond. Ja, dat was de heer Jules Reijzen over zijn visie over het Surinaams als nationale taal. Goed hoor. Weet je waar ik aan dacht, Krishna? In de Europese Unie, al die talen van de Unie zijn officieel geaccepteerd, hè, bij de EU. Ja, maar goed,
Ja, ik bedoel, gewoon praktisch, hè. Je moet wel, wil je ze gelijkwaardig behandelen, die 27 landen. Ja, ja, ja. Maar goed, de situatie in Suriname verschilt in zoverre dat inderdaad de meeste mensen die leren het Surinaams en spreken het Surinaams en communiceren met elkaar in het Surinaams. Terwijl je een officiële taal hebt en dat is het Nederlands. Ja, precies. En ja, dus de vraag is natuurlijk of politici het aandurven om dit idee eigenlijk op te pikken en tot een issue te maken. Eerst bespreekbaar te maken. Inderdaad. Ja, bespreekbaar te maken. Ja, ja, precies. Nou, oké, dat kan. Nou, dat moet ook draagvlak hebben. Als je een besluit neemt, moet het draagvlak hebben. Ja.